Nou, het is heel belangrijk dat mensen en zeker ook kinderen, als ze op de fiets zitten, dat ze heel goed gezien worden. Want het is levensgevaarlijk natuurlijk in het verkeer als je niet gezien wordt. En dan wordt er één keer per jaar een grote actie gehouden om die kinderen daarop te attenderen. Dat het niets anders is dan veilig in het verkeer te fietsen, anders leven ze niet lang meer. Meneer, wat houdt deze actie precies in? Het houdt in dat de leerlingen van allerlei scholen en allerlei leeftijden gecontroleerd worden op de verlichting van hun rijwiel. Leerlingen, die dus allemaal de fiets in orde hadden, voor en achter, de kans maken op het verkrijgen van een nieuwe fiets. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel zonder licht fietsen, ook heel veel volwassenen. Hebben al deze acties nog wel nut, denkt u? Ja, ik denk dat elke actie nut heeft, maar. En dan kom ik heel dicht bij uw vraag terecht. Heel veel mensen beseffen het niet. Ik verwacht ook dat de, de, de overheid, althans in dit geval de politie, daar veel meer aandacht aan zal gaan besteden. Want het is levensgevaar. Eén mensenleven is altijd veel. Welke rol speelt de gemeente in deze actie? Nou, de gemeente vindt het natuurlijk ontzettend belangrijk dat dit allemaal gebeurt. En de gemeente ondersteunt dat ook, met verven natuurlijk. En is heel erg blij dat het veilig verkeer daar dus aandacht aan geeft. En nu mag u de fiets uitreiken aan de winnaar, heb ik begrepen. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat weet ik nog niet precies hoe ik dat ga doen. Het hangt ook een beetje van die winnaar af. Maar ik denk dat ik toch wel een klein verhaaltje ga houden hoe veilig dat het is als je niet uh, zonder licht rondrijdt. Dat is uh, echt ongezien. Ik heb van de week nog zelf nog een keer meegemaakt dat ik bijna iemand voor de fiets had die s'avonds in het donker rondreed zonder enige verlichting op. Ik denk dat ik ze dat maar eens gaat vertellen. Wat kost een boete om te fietsen zonder licht? Ik meen zoiets van 50 euro. Voor en achter dat dat niet brandde, dan krijg je 50 euro boete. Dus zo'n lampje gehaald bij de JEMA van 5 euro is toch wel de moeite waard.